Oh jongens, dit is echt zo hoofdpijn. We zouden dus morgen terugvliegen. Maar ja, de virusverzekeraar is gewoon zo slecht te bereiken. Oh ja, ik wou nog gezegd, ik heb dus die pasta gegeven. Oh, sorry. Die is wel mooi, hè? Ja. Ik ga jullie gewoon eerlijk zeggen. Ik heb nep designer gekocht. Ik ga echt niet met jou in discussie waarom jij muggenbeelden hebt. Het gaat echt nergens over. Nee. Zoeken naar de grond, word ik dan jouw B. Bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is best wel rond, ik verdien trofee. Davina Pinheiro? Davina Pinheiro? Ja, dat ben ik. Hi, Annemarie van de Rolstoel Service. Uw rolstoel staat klaar. Oh, ruimt u dan ook alle troep op daar, links in de hoek? Oh, sorry, ik ben alleen van de rolstoelservice. Ik ben geen schoonmaker. Kom maar. Oh. We gaan er vandoor. Yes. Dankjewel. Dat betekent dat jullie moeten opstaan. Dan gaan we, jongens. Kijk eens. Dit is Vonnekus werk. Zien jullie dit? En dit flesje ligt weer open. Welke? En er liggen al een paar wimpers op de grond. En daar ligt een flesje open. En er ligt er straks zo'n klodder van dat make-upje op de grond. Je hebt wel geen benen. Wil je je mond ook al kwijtraken? Mijn mond kwijtraken? Ja. Nou, ga jij je manieren maar. Manieren. Hey jongens, welkom bij een nieuwe video. Oh. Ah! Nou, het is tijd om te gaan, patiënt. Verdi. Hey, zo merk ik echt dat je. Oh jongens, dit is echt zo hoofdpijn. We zouden dus morgen terugvliegen. Maar ja, de virusverzekeraar is gewoon zo slecht te bereiken. Ze zeiden van ja, je hoeft je niet druk te maken. Maar puntje bij paaltje is nog niks geregeld. Nee. En ik heb dus een vriendin die bij KLM werkt. En die heeft dus gezegd dat er geen extra beenruimte is. Alleen in de business class. En ja, dat kost gewoon €2000 per persoon op dit moment. En ja, ik vind dat bovenop die ticket gewoon echt geld weggooierij. Dus we moeten het sowieso gaan verlengen. En dat vind ik wel jammer, want ik moet gewoon werken. En ja, Sunglaze moet ook mijn pakketjes opsturen en zo. Dus dat wordt allemaal helemaal kut eigenlijk. Maar ja. Wacht, helemaal bij. Wie heeft verzekering? Of het me lukt om samen met jou? Ja. Nou, dan moet je zeggen, ook met mij. Ja. Ik zou gewoon zeggen nee. Of, want als je gaat zeggen dat het wel lukt, dan gaan ze je denk ik gewoon die extra B-ruimte alleen geven. Nee, het is de vraag van, lukt het mij? Ja. Om met jouw hulp? Ja, naar de wc te gaan. Ja, dat lukt wel. Huh? Dat lukt wel, toch? Maar, ja, ik denk nu, dat lukt wel alleen als je... uit de rolstoel zeg maar naar de wc gaat. Ja, dan moet ik wel een kant de rolstoel hebben in het vliegtuig. Ja, maar die krukken... Ik kan wel zeggen ja, als ik weer bij het toilet zit, dan moet het lukken, man. Ja. Ik kan geen grote stappen zetten. Nee, ja. Maar misschien kan ik gewoon... Nee, dat heb ik ook gehoord van iemand, hè. Wat? We moeten ze gewoon een private jet regelen, wist je dat? Ja. Ja, vliegtuig, want als er dan wat gebeurt, zijn er geen artsen bij. Dus dan moet ik misschien een soort van private jet, met een paar artsen. Dan ga jij die foto's maken, hè? Influencer foto's. Ja, no, dan loop ik gewoon te flexen op mijn partner met gebroken benen. Hé, hey, hoe komt het dat je in die private jet bent gevlogen? Ja, mijn vriend heeft gebroken benen, dus hij had een privéjet nodig. Maar I'm just flexing. Ja, dat wordt een goeie. We zitten een beetje in een dilemma, want we weten niet wat we willen eten. Ja. We hebben geen zin meer in kip met patat. En alles is pas om 2 uur. Of 3 uur open. Dus, we zijn nu bij een plek, het heet Daily Food. Maar het is zeg maar, kijk, zo ziet het eruit. Dus ik dacht, oké, je kan daar binnen eten bestellen. Dus ik trek zo die deur open. Zit er gewoon een moeder, een kindje de haar te vlechten en een man kijkt me echt zo aan. En ik zeg, oh, jullie verkopen toch eten? Zei hij, nee, we gaan pas om 2 uur open. En toen ging ik weer eruit. Maar ja, het was echt heel random.
Maar volgens mij, de meeste dingen moet je afhalen. Ja. Dus ik denk, weet je wat we gewoon doen? We rijden gewoon dan... naar Wollies. Wollies, en als we onderweg wat lekkers tegenkomen, dan... Ja. Stoppen we daar, ja. Nou jongens, we hebben hier kippasta gehaald. Jongens, ik moet eerlijk bekennen, ik vind ook het zaakje heel leuk, hoe het eruit ziet. Film het eens van mij. Het heet Suposo. En ze hebben echt alles. Pindasoep, pasta. En... En ze hebben hier ook salades. Dus voor de mensen die in Suriname even een keer... Salades? Ja, ze hebben een salade hier. Voor mij maar eentje hoor. Niet heel veel keus. Oh ja, ik wou nog gezegd. Ik heb dus die pasta gegeten. Oh, sorry. Nou... Ik wou zeggen... Ik heb dus die pasta gegeten. En ik vind die pasta echt... Wauw. Jij ook? Ik vind deze pasta echt... Ik geef hem denk ik echt wel een 9. Deze was... Ik heb hem ook echt, jongens. Er zit geen... Wow. Sausje meer in. You ate bijna, and you left no crumbs. Ik heb hem bijna leeg, helemaal schoongelukt. Zo lekker vond ik hem. Ik had 8,5. Ik vind hem nog net iets een beetje te zoutig of zo. Zoutig? Ja. Ik vind ook wel gewoon de... Gewoon lekker veel saus. Geen, niet dat het zo droog is, weet je. Dat het geen smaak heeft. Hij heeft wel echt een lekkere smaak. Nou, mooi. Dat is een mooi gebouw. Wat is dit? Bibliotheek. Astrana. Oh, mooi hoor, lekker Curaçao. Ik kom uit Holland. Ik kom uit Holland. Wat is dit nu? Deze is mooi hè? Deze. Die passen. Ja, kan ik deze passen? Welke, die onderste? Ja man. Die nieuwe model. Die met hartjes is ook mooi. Jongens, ik heb een beetje keuzestress. Heb je zeg maar niet dat als je zeg maar brillen past en je hebt niet de goede outfit ervoor aan, dat je ook die bril niet ziet? Niet, ja, ik denk dat ik dat nu heb, man. Ik heb zeg maar een te drukke outfit aan, dat ik zeg maar niet kan focussen hoe die bril staat. Ken je dat? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Even afstoppen. Ja, eventjes goed beseffen of die hem wel staat of niet. Kapikra. Ja, dat is ook een speciale shit. Ja. Helemaal voor in het vliegtuig. Ja. Ik moet ook aan het einde. Kapikra. Je gaat omhoog. Dit zijn die pindas. Mijn tante zegt even tegen de video, ik heb een paar koekjes voor je gehaald. Nou, dat is denk ik voor jou Nederland. Hier nog een hele zaak. Kijk, deze, ik denk dat je dit wel want. Jongens, dit gaat passen hoor. Dit mee naar krijgt passen. Hi! Sorry guys, ik was gisteren echt kapot moe. Dus ik heb niet meer verder gevlogd. We hebben gisteren ook niet heel veel gedaan. Dus ik dacht, ik plak vandaag gewoon even aan de vlog. Ik ga jullie gewoon eerlijk zeggen. Ik heb nep designer gekocht. Neppe Nike. Kostte 3 euro. But I'm so happy with it. Eerlijk, hij is ook kapot hard. En bij Nike betaal je gewoon makkelijk 70, 80 euro voor zo'n hemdje. Dus ik ben super blij met mijn originele trui. En ja, ik heb ook even gekeken, want er was ook bijvoorbeeld in Turkije zijn we geweest. En die designer daar, die neppe designer, is gewoon echt identiek bijna met echt. En ik vind het gewoon zonde dat...
je kijkt één tas of zo, dat is wel leuk. Voor 700, 800 euro. Maar als je alleen maar daarop gaat doelen en daarvoor gaat sparen, vind ik gewoon echt zonde van je geld. Ik heb liever leuke tassen zonder designer. Dan dat ik al mijn geld uitgeef aan designer kleuren, designer schoenen, designer hakken. Want bij mij gaat alles kapot. Dus ik weet van mezelf, ik kan geen designer dragen. Ik ben niet gemaakt voor designer. Even kijken wat het dag aan het doen is. Kijk jongens, we hebben genoeg voor de hele familie. Bananenchips. Echt, deze koekjes zijn echt zo lekker. Ik wou dat ik jullie kon laten proeven. Ferdi! Nou jongens, nog steeds hetzelfde verhaal. Ik kan nog steeds niet lopen. Het zou raar zijn als je nu opeens zou kunnen lopen. Nou jongens, het heeft even geduurd, maar ik kan bestaan. Ja. Nou, het doet alleen maar steeds meer pijn. En die mug hebben me ook helemaal... Omdat ik tegen Vonneke zeg, laat die deur dicht. Want ik heb een anti-mug kaas aangestoken. Jongens, we zijn in Suriname en zelfs hier krijg ik de schuld dat er via mug gebeuld heeft. Terwijl hier kapot wil mug zijn. Ja, krijg ik de schuld. Weet je hoe dat komt? Omdat ik s'avonds of s'middags heb ik een aantal mosquito-kaarsjes aangestoken in de kamer. Maar als de deur steeds open en dicht gaat. Komen de muggen binnen. Maar als jij deze deur open laat zijn... Dan zeg ik, laat die deur dicht. Oh ja, maar als jij deze deur open doet, hè, als je daar gaat roken... Ja, maar dan doe ik hem gelijk dicht. Nee, dat doe je helemaal niet. Je stopt wel open. Jij zegt helemaal niet helemaal open. Helemaal open, laat hem helemaal Ik ga echt niet met jou in discussie waarom jij muggenbeelden hebt. Het gaat echt nergens over. Nee, echt nergens over. Laat het allemaal door jou. Nee, het is allemaal jouw schuld. Jongens, ik heb jullie volgens mij nog niet laten zien welke brillen wij gekozen hebben. Wauw. Maar deze bril, daar ben ik toch voor gegaan. Het was een moeilijke keus. Oh, ze zijn er. I see. Het was een moeilijke keus. En de Vio heeft deze, die net al op had aangehaald. Wat is dat weer, Gucci? Gucci Velucci. Wat? Vandaag die coronatest. Deze coronatest. Ja. Ik zou net willen komen. Jij wel? Ik wil echt heel graag naar buiten. Alleen de view die wil de tafels maken. Op donderdag. Ja, je hoeft niet? Is goed dan niet. Ja, maar jij wilt toch dat ik tacos maak? Ja. Ik wil zeggen, dan ga ik eerst tacos maken. Maar als je zegt dat ik naar buiten ga, is goed, dan ga ik nu. Nee. Nee? Ga je me tegenhouden? Ga je voor de deur rollen? Ik ga het gewoon tegenhouden. Ja? Oké, probeer het eens, hè. Kijk hier, ik ben veel sneller bij de deur. Doei! Kan je alleen klemmen met mijn pijnlijke voeten? Maar dan kan je net zo goed aan mijn arm trekken. Kan je alleen zo tegenhouden? Hey! Ho! Ik ga het voor je voet. Nou jongens, we hadden net een mooie fotoshoot. Hey, ik kreeg een DM dat iemand zei dat het lijkt alsof we broer en zus zijn omdat je me nooit een kus geeft. Dus mag ik een kus? Mensen praten over dingen die ze niet zien. Mag ik een kus? Eentje. Nee, we zijn vrienden. Doe het maar op de wang. Godverdomme. Ja, zeker. Heb je jouw mond ook? Ik heb jouw mond ook niet zien poetsen hoor. Pieter. Nee, ik heb niet goed als je het even met jouw winkel bezig. Nou, ik begin ze naar Choice te gaan, heb ik eigenlijk alles gekocht hiervoor om tacos te maken. Ik wil even zoeken, want die winkel is echt kapot groot. Maar zelfs hier in Suriname wil de Vio tacos. So I am the wifey, so I need to do that. And I don't know why I'm speaking English, because my English is bad as fuck. Bye! Nou, Sarah, die hoor. Alsjeblieft. Wow. Zo. Ja. Gaat ze nu voor de lessen. Nou, precies hoe wij weg willen, begint het keihard te regenen.
Oh. Ben ik eindelijk klaargemaakt? Kunnen we weer niet weg? Wat gaan we doen? Gaan we gewoon of niet? Ja. Ik zit zelf op doel. Ik wacht alleen nog op de bevestiging van de ambulance van Suriname. Yeah. Maar die liggen waarschijnlijk te slapen in de hangmat. Dus die, zodra die wakker zijn en gegeten hebben, zullen hun kijken voor de bevestiging. Mooie groene onderbroek. Huh? Mooie groene onderbroek. Zag je die draai? Ja. Ballerina. Gaat steeds soepeler hoor. Ben wel trots op je. Zijn die, wacht, laat me je armspieren zien hoor. Wat? Je armspieren. Oké, jongens, wil je armen kweken? Ga je in de rolstoel zitten? Ja. We zijn nu bij Hesdies. Tavio heeft patat met bout groot. En ik patat met bout klein. Ja. En een mais voor mij. Oh, ik wil ook mais. Ja, je hebt me niet genoeg geld gegeven, schat. Dan moet je me geld geven. Dan gaan we even pinnen. Ja. Dan gaan we weer een stapel. Ja. Wat is er met je voeten? Mijn voeten zijn gebroken. Ik heb dus net gezegd tegen de kijkers dat ik nep design heb gekocht. Ja, wat dan? Een Oor-Chinese shirt. Een t-shirt? Ja. Maar misschien dan. Ik heb het aan. Het is toch van Nike? Nee, het is nep. Sinds wanneer kost Nike 2-3 euro? Ja, boeien. Ja, daarom. Dat zei ik ook. Het boeit niet. Want hij ziet er gewoon legit uit. En bij Nike koop je voor 60 euro. Weet je wat ik wel grappig vind? Ik had een documentaire gekeken van die eigenaar van Gucci, toch? Nee, ja. En toen had hij gezegd dat iedereen die mijn merk koopt is een sukkel. Nooit. Ja, heeft hij dat echt zo gezegd? Ja, gewoon mensen die zulke dure kleren kopen zijn dom. Hey. Hey. Wil je hier eten of thuis? Ja, die wil patatjes eten. Jij hebt een grote hoor, ik heb een kleine. Wil je hier eten? Oh. Hi. Nou jongens, ik heb even iets anders aangedaan, want we waren net Hesdies aan het eten. En toen is letterlijk alles over me heen geplurred, gevallen. En we gaan nu even naar de stad, omdat we te veel Surinaamse koekjes hebben meegenomen. Dus we moeten even hier een tas halen, zodat alles erin past. Zuiver! En misschien nog een paar souvenirtjes. Zuiver! Nog een paar souvenirtjes. Voor de Vio's moeder. En alle mensen die nu kijken, moeten even nagaan dat ik hier met twee gebroken voeten... Toch in een warm land. In een warm land. Nou, je wilt niet weten hoe deze twee voeten ruiken. Nee, dat wil je ook niet ruiken inderdaad, nee. Nou, de mensen blijven wel lekker op afstand, want ze ruiken de benen al van 5 meter afstand. Ja, en Davio heeft net ook zijn voet bij de airco gedaan. Nou, dat is nog erger dan ballenbakvoeten. Ja, maar dat mijn voeten zitten al een week in het gips en dat gaat nog lekker. Lekker? Ah, lekker stinky. Het gaat dan lekker. Het verkeer in Suriname is heel gevaarlijk. Niemand hier boeit eigenlijk de voorrangsregels. Het is gewoon wie als eerste gaat, die gaat. Daar ben jij wel goed in. Ja. Omdat links verkeer is, begrijp ik die voorrangsregels ook niet echt zo goed. Maar wij zijn nu onderweg. Wij zijn nu onderweg naar de mall. Ja. We gaan eerst even pinnen. Nippen. Voor de zoveelste keer. Hoe vaak hebben wij wel niet gepind van deze week? Ja, maar wij pinnen elke keer 50, 60 euro. En dat is dan binnen 2 dagen. Ja. Nou, laatste avond in onze villa. Ik heb mijn haar gevlochten. Zodat ik lekker zonder pruik in het vliegtuig moet. Want dan krijg ik echt een soort van stress of zo. Mijn hoofd lijkt nu wel echt dik gelijk, maar ja. Dit was de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden natuurlijk. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer bij de andere vlog. En dan gaan we terug naar Nederland. Maar we gaan wel op een hele speciale manier naar Nederland. Wil jij weten hoe? Kijk dan sowieso morgen de nieuwe vlog.